Dit is Business Club Radio. Voor ICT Valley en Food Valley. Voor ondernemers en bestuurders. En vanavond met Gerrit Valkenburg, voorzitter van de bedrijvenkring Ondernemend Venendaal. Goedenavond dames en heren. Weer een uitzending van Business Club Radio waarin ik een ondernemer of een bestuurder te gast heb en dan praten we over de passie van het ondernemen. En vanavond hebben we een bestuurder en dat is Gerrit Valkenburg. Hij is zoals gezegd de voorzitter van de bedrijvenkring ondernemend Veenendaal en uh, in die functie zit hij ook hier. Maar we willen natuurlijk wel eerst even weten wat is het voor iemand en wat doet hij? Hallo, uh, hoe is het? Ja, met mij gaat het goed, uh, Jan. Ja? Ja, ik ben, uh, ben dus Gerrit Valkenburg ja. en uh, uh, ondernemer in Veenendaal. Uh, ik woon daar al uh, vanaf mijn geboorte. Ik ben uh, inmiddels 40 jaar, uh, getrouwd met Jacqueline en heb uh, vier dochters. En uh, zoals gezegd, ondernemer in de, in de ICT-sector. Ja. Uh, we ontwikkelen vooral software voor ondernemers die uh, uh, webshops hebben en een magazijn, om dat allemaal uh, op orde te houden. Mm -hmm. uh, de meeste van die ondernemers gebruiken dan het boekhoudpakket Snelstart. Daar allerlei... Uh, aanvullingen op mm -hmm. en uh, daarnaast uh, probeer ik als ondernemer ook een bijdrage te leveren aan de regio mm -hmm. uh, middels uh, het secretariaat van uh, Stichting ICT Valley en een bijdrage met ICT Valley aan de ICT campus. Dat doe jij zelf of dat doe je vanuit je bedrijf? Nou, het ja, het dat doe ik uh, zelf, um, Dat doe ik zelf en dan krijg ik ja, binnen mijn bedrijf. Uh, de ruimte voor om dat te doen, omdat het ja. ook bijdraagt aan, aan de groei van je onderneming, doordat ja. je een netwerk opbouwt en andere Precies. ondernemers uh, spreekt. Mm -hmm. En uh, daarnaast natuurlijk uh, de bedrijfkring ondernemend Veenendaal, waar ik nu uh, voorzitter mag zijn. En uh, vanuit die rol ook betrokken bij het FOV, waar de bedrijvenkringen van de acht uh, gemeenten uit de Food Valley uh, in verzameld zijn om uh, ja, ook op de regionaal lopende dingen beter te kunnen pakken. Een heel verhaal, Gerrit. Jij bent hier ook al twee keer eerder geweest. Hè? Ik, even voor de mensen die op de website willen kijken. De eerste keer was uh, 12 oktober 2016. En de tweede keer was uh, volgens mij 2017 toen we, uh, of 2018, toen we over uh, een project van uh, ICT Valley hebben gesproken. Dus en die eerste keer in 2016 heb je namens je eigen bedrijven uh, zitten praten. Hè? As voor Software was het. Ja, nee klopt. Ja, je moet uh, ook wat doen om de kosten te verdienen. Natuurlijk. En dat moet, je, dat, ja. moet, eh, dat moet je met iets leuks doen, uh, waar, je, waar je blij van wordt. Ja. En zelf word ik blij van uh, bedrijfskundige processen uh, vervatten in, uh, in ICT-tooling en daarmee het liefst MKB-ondernemers uh, verder helpen. Want uh, ja, MKB-ondernemers. Uh, ja, daar kan je echt wat uh, betekenen, zie dus je direct resultaat, uh, heb je ook vaak met de eigenaar te maken. En dat, ja. dat vind ik uh, prettig werken, zeg maar, om van ondernemer tot ondernemer te proberen oplossingen ergens voor te vinden, ja. En um, uh, hoe lang ben je daar al mee bezig? Nou, ik ben ondernemer vanaf 2001 mm -hmm. en in 2014 heb ik het bedrijf uh, overgenomen, ja. uh, samen met mijn kompion. En uh, opgebouwd van uh, drie tot nu veertien uh, man. Veertien inmiddels? Ja, ja. je hebt ook uh, het pand uitgebreid te hebben kunnen volgen. Ja, uh, ja we begonnen krap te zitten en we mm. wilden heel graag op de plek blijven zitten waar we zitten. We zitten aan de, aan de rand van Venendaal ongeveer uh, 500 meter vanaf Ede. En uh, we kijken uit op een Natura 2000 gebied, dus ja, dat is een heel erg uh, uniek plekje. Heel en, mooi plekje. Uh, ja, we proberen het mooi in te richten om uh, toekomstbestendig... Uh, te kunnen ondernemen, ja. En um, wat voor een software-taal uh, gebruiken jullie uh, om de spullen te bouwen? Ja, wij zitten echt in de Windows development-hoek, dus dat is c uh, .NET voor de, voor ja, de, de voor kennis. De kennis. Uh, maar je hebt ook natuurlijk uh, JavaScript nodig voor je front-end. En ja, uh, ja er komt ook wel uh, aan de zijkant wel eens wat andere talen bij, uh, bij kijken. Uh, je moet gewoon zorgen dat je developers uh, ja, flexibel en fit blijven, zeg maar op dat vlak, want uh, ja, de, ook de taal zelf uh, beweegt continu, zeg maar. En je bent in die uh, zes jaar gegroeid tot 14 medewerkers, dan uh, heb je dat overal toch wel je mensen vandaan kunnen halen, terwijl er toch een krapte is op de markt, of niet? Ja, dat is zeker zo. Uh, maar dat, dat, ook om die reden, zet ik me in voor Stichting IST Valley en ICT Campus, om te zorgen dat je ja, goed kan, uh, kan uh, in de picture blijft, zeg maar.